Hallo. Vandaag wil ik het hebben over het gebied waar dat human design mij misschien zelf nog het meest heeft geholpen, naast persoonlijke ontwikkeling. En dat is relaties. En waarom wil ik dat zeker ook in deze reeks steken? Ik bied het begrijpen van hoe dat je zelf in een relatie staat, hoe dat je energetisch met elkaar connecteert, wat dat hoogstwaarschijnlijk triggers zijn, waar dat je van de ander dominantie voelt, of je overpowered voelt, of zelf de andere overpowered, dus waar dat echt nog wel bepaalde frictie kan zitten. Ik ga hem even verzetten. Dat bied ik dus zelf ook al aan in mijn eigen human design coaching, terwijl dat deze serie echt wel bedoeld is voor mensen die interesse kunnen hebben om human design, eigenlijk advanced human design, in hun eigen gebied te gaan implementeren. En ik zie het echt als een hele mooie tool voor relatiecoaching, voor familiecoaching. Ook binnen teams kan dit. Binnen teams gaat het dan natuurlijk iets meer resultaatgericht zijn en dan kunnen we misschien best naar de eerste of de tweede aflevering echt gaan luisteren hoe dat daar ook nog verder speelt. Maar natuurlijk ook op persoonlijk vlak zijn relaties wel belangrijk. Je kunt echt gaan zien van als ik zelf, als ik naar mezelf kijk en ik voel wanneer dat iemand mij triggert, of ik voel juist het omgekeerde, wanneer dat iemand voor mij echt complementair is in mijn energie, kan ik dat eigenlijk volledig heel vaak gaan verklaren door human design, door hoe dat de ander anders is dan ik en hoe dat die juist mij daar aanvoelt. Dat heeft te maken met energie die uitwisselt, die overlapt, die juist heel verschillend is of juist volledig hetzelfde is, waardoor dat je een grote harmonie kunt ervaren, maar die harmonie triggert dan weer niet om verder te groeien. Dus er zit nog veel meer onder, maar ik ga hier niet alles uitleggen over human design relatiecoaching, want dan zou het echt een cursus zijn, een training zijn. En daar kom ik ook niet mee in een half uurtje. Dat vraagt eigenlijk echt begrijpen van heel het systeem. En dat is ook waarom dat ik het advanced human design noem. Nu, mijn opleiding is ook sowieso advanced human design. Maar je hebt de populistische variant van human design, waar dat je effectief je chart kunt downloaden op een van de gratis websites. En je kunt daar de informatie over opzoeken. Je kunt daar misschien zelfs een boek over lezen. Er zijn goede boeken en er zijn minder goede boeken. Daar zal ik nog wel eens een aflevering over doen, denk ik. Maar niet in deze serie, want dat is niet zo relevant. maar wat ik wel wil meegeven is dat human design zoveel complexer gaat dan dus gewoon het belangrijkste wat je ziet op de online kanalen en zelfs in de boeken kunt lezen. Het is zo'n samenhang van zoveel verschillende factoren en je moet eigenlijk echt heel die basis heel goed gaan begrijpen hoe dat het in elkaar zit om de juiste conclusies te kunnen trekken en om daar dan mee te gaan experimenteren. Want het is een tool die dat bewustzijn brengt, maar dat bewustzijn is niet de waarheid. Of wat dat je leest is daarom niet de waarheid. Het brengt je bewustzijn om erop te gaan intunen. Je krijgt letterlijk een vraag of een vraagstuk al op een bepaalde manier uitgelegd van zou dit wel eens het antwoord kunnen zijn? En dat geeft, het is een beetje zoals een multiple choice. Het geeft al een aanzet van om jezelf beter te kunnen begrijpen. En daardoor ook heel vaak heel
verlichtende inzichten, echte aha-momenten, waarom dat binnen een relatie iets goed werkt en waarom dat je eigenlijk vaak op dezelfde punten met iemand botst of jezelf enorm uit de tent laat lokken om dan in de drama van de relatie te gaan staan of de anderen te gaan aanklagen of jezelf misschien juist het slachtoffer te voelen van een bepaalde situatie. En dus het helpt heel goed om die buitenwereld te begrijpen, hoe dat je reflecteert op jezelf en omgekeerd hoe dat jij reflecteert op de buitenkant, reflecteert en connecteert. En die vraagstukken gaan begrijpen. Ik moet nog, mijn rug zit een klein beetje vast nog hier zo, dus ik moet echt nog wel wat bewegingen doen. Dat kan in relaties, hè. Voor mij is het dan vooral in mijn familierelatie en in mijn romantische relatie met mijn man, met mijn partner. Ook wel in de relatie met mijn ouders, zeker en vast. Met mijn broer heb ik ook echt een conflict veel beter, een heel moeilijk conflict, veel beter kunnen begrijpen door zijn human design naast mijn human design te leggen. En daar moet je dus echt heel de basis voor hebben. Het relationele coaching in human design is, hoe moet ik het zeggen, de cherry on the cake. Maar je moet eerst heel de cake kennen. Je moet weten hoe dat het recept van de cake in elkaar zit. Hoe dat je zelf de cake kunt vertalen. Ja, voordat je de twee stukken naast elkaar kunt gaan leggen. Of de drie stukken. Ik heb onlangs een human design reading gedaan. Van een volledig nieuw samengesteld gezin. Waar dat de papa de aanvrager was. En waar dat dan de nieuwe partner, de nieuwe dochter, of de plusdochter en de eigen dochter, allemaal weer ingeplucht om te zien van, ja, wat triggert er, of wat kan er de persoon juist triggeren, wat dat bedoeld is om te triggeren, zodat je elkaar ook beter kunt begrijpen en dat je begrijpt ook waarom dat je die persoon hebt aangetrokken en waarom dat die personen in je leven zijn, wat dat die je te leren hebben. Dus je komt doorheen je relaties dan op een heel ander niveau van persoonlijke ontwikkeling ook. Dus daarom dat ik dat ook in mijn eigen coachings altijd meegeef, zelf als het gaat om je zielsmissie uit te dragen vanuit je authenticiteit, wat uiteindelijk de basis is wat ik doe met mijn eigen practice, maar de relaties komen er altijd bij kijken, omdat als je kunt op een hoog niveau je zielsmissie uitdragen, of dat dat nu mijn eigen business is of niet, als je de rest van je leven niet in orde hebt. Als je een energie wegstroomt, omdat je constant in het vraagstuk zit van mijn partner, is dat wel de juiste partner? Of moet ik er wel of niet mee samenwonen? Of mijn leven, ons leven loopt niet goed samen. Ik ga heel vaak in conflicten, heel vaak in ruzie. Of ik heb heel veel verdriet. Ik word niet ontvangen in mijn verdriet. Ik word niet gezien in mijn relatie. Ik word niet gevoeld. Als daar heel veel frictie rond zit, constant. Hè, van frictie kunnen we leren. Maar het neemt wel heel veel energie op dat moment. En als je dus de rest van je leven niet op orde neemt, ondernemen en uw missie uitdragen vraagt zoveel positieve energie, vraagt zoveel uw energie upliften om in uzelf te geloven en om ten volle te kunnen geven wat je te bieden hebt. Je kunt niet geven vanuit een leeg vat. En als er heel veel energie wegloopt naar relatieconflicten, nog misschien ancestraal of met uw ouders vanuit uw jeugd, met uw kinderen, met uw partner. Als daar heel veel energie naartoe gaat, dan stroomt die energie letterlijk weg. Dus dan kun je nog op zo'n hoog niveau willen spelen in uw missie, in uw zingeving, misschien in uw onderneming. Maar langs de andere kant loopt de relatie,
daalt de energie gewoon. Dus dat is gewoon niet haalbaar. Dat is niet op termijn haalbaar om op een gezonde manier zo op een hoog niveau binnen het bedrijf of in uw eigen onderneming mee te spelen. Niet op een duurzame manier, niet op een manier waar dat je zelf je gezondheid gaat ondermijnen of dat je gewoon voelt van ik moet hier gewoon altijd maar trekken en sleuren en duwen en het lijkt maar niet te stromen. Het stroomt maar als alles in je leven begint te stromen, als je de juiste dingen aankijkt om ze te laten stromen. En dus in relatiecoaching is human design voor mij persoonlijk in mijn eigen leven een enorme eye-opener geweest. En ik zie het ook echt bij klanten heel hard gebeuren, dat gewoon het begrip en het bewustzijn van wat er speelt op dat niveau, dat u naar een heel ander level van persoonlijke ontwikkeling brengt. En dat de mensen, ook al zitten ze vaak in een, of zitten ze soms in een relatie waar ze heel veel vragen bij hebben, als ze kunnen inzien wat dat er is dat hen triggert en hoe dat ze kunnen hulp vragen voor zichzelf, aan de andere partner, hoe dat ze hun hulpvraag kunnen formuleren. Vanuit het begrip hoe dat de ander in elkaar zit, want daar helpt human design heel hard bij, dan zie je eigenlijk die relatie ook zich volledig upliften naar een middel om zelf nog enorm te groeien. En ja, dat is wat dat mij enorm geholpen heeft in mijn relatie, om veel dichter terug bij mijn man te komen, maar ook om hem mij te laten opliften op momenten dat het moeilijker gaat. En ik had gisteren en vandaag voelde ik heel veel verdriet. Mijn schoonouders zijn nog niet zo heel lang geleden overleden, op een heel korte tijd na elkaar. En ik heb heel veel aan mijn schoonmoeder gehad, een prachtig mens en een prachtige vrouw. Die mij, ja, ik was al heel jong samen met mijn partner. Ik was 17 jaar dat ik met mijn partner ben samengegaan. We hebben wel even een jaar uit elkaar geweest. Maar dus mijn schoonmoeder heeft mij voor een heel groot deel van mijn leven gekend en ik haar. En ik ga eens even drinken. Ja, heeft ook heel veel betekend voor mij gewoon in mijn ontwikkeling, want dat was niet. Moet ik het zeggen, het was niet dat onze relatie zo was dat wij over dingen zoals dit konden praten, zeker niet. Maar ik kon als 17-jarige wel volledig mezelf zijn bij mijn schoonouders, waar ik thuis niet altijd kon, of waar mijn individualiteit minder gezien werd. En ik heb nogal een sterke individualiteit, dus hoe ik als individu kon zijn en mij vrij kon voelen, daar heeft mijn schoonmoeder eigenlijk een heel grote rol in gespeeld. Op die op in mijn puberjaren eigenlijk, of mijn jongvolwassen jaren, adolescentiejaren. Ik dacht dat ik er volledig was doorbewogen. Alles komt op zijn tijd, ook de dood. Het is nog op een redelijk mooie manier mogen gebeuren. Ze hebben elkaar opgevolgd met 2 weken tussen. Dus het was allemaal wel een beetje zoals dat het mocht zijn. Dus ik was er ook nogal snel door kunnen bewegen. We hebben ook een heel, heel mooie dienst gehad. En toch voelde ik gisteren een enorme, ja, bij het zien van haar foto, een enorme krop in de keel. Die dat er echt uit moest. Dus ik heb echt gisteren, ja, momenten gehad waar ik echt gehuild heb, waar ik traantjes gelaten heb, waar ik even teruggereflecteerd heb op onze relatie. En het feit dat ik dat ook kan vertellen tegen mijn partner, dat hij er ook begrip voor kan hebben,
En ik ben zelf emotioneel niet gedefinieerd, dus voor mij is mijn emoties nemen zo vanzelf in een golf, dat is niet vanzelfsprekend. Dat is er ineens en dat is niet dat ik dan zo heel die wave kan nemen zoals een emotioneel gedefinieerd iemand dat doet, waardoor dat die eigenlijk veel sneller klaarheid krijgen. Ik kan oftewel de emoties van anderen heel hard open overnemen met een open emotioneel centrum. En mijn eigen emoties, ja, zijn heel ad hoc, ik zal het zo zeggen. Heel ad hoc in de zin van, ik kan ineens heel diep voelen. En op momenten kan ik echt zoiets hebben van, waarom voel ik hier nu niks bij? Ik zou hier iets bij moeten voelen en ik voel hier niks bij. Of ik weet niet wat ik voel. En mijn partner is emotioneel gedefinieerd. Dus hij heeft wel een gedefinieerd emotioneel centrum. En wat ik vroeger altijd dacht, dat hij niet goed met zijn emoties omging, dat omdat hij zijn emoties veel minder liet zien, besef ik nu dat hij gewoon een heel andere manier heeft om met zijn emoties om te gaan door zijn emotionele definitie. En hij kan ook veel meer een rots zijn voor mij op emotioneel vlak, op momenten dat ik dus zo ineens heel emotioneel kan zijn, kan hij voor mij echt zo die rots zijn. Wat niet wil zeggen dat hij dan zijn eigen emoties wegcijfert. En omdat vannacht dat verdriet ook weer binnenkwam, heb ik ook weer mogen ervaren hoe het voelt als je jezelf volledig kunt openstellen, omdat je de ander veel beter begrijpt, ook in hoe dat hoe dat je met je emoties omgaat. Ja, dat ik volledig troost bij hem kon vinden, letterlijk, zonder dat hij mij moest troosten. Ik weet niet of je kunt begrijpen wat ik vertel. Ik ga er nog een volledige podcast over opnemen. In de Soul Fueled Leven podcast. Maar waar ik het eigenlijk dus vandaag wou over hebben, is dat je die verschillende energetische gedragscodes bij elkaar. Hoe iemand is in een relatie, hoe dat hij opdaagt in het leven en hoe dat je connecteert met elkaar. Het zijn twee verschillende dingen. Het een gaat volledig over de persoon zelf, het ander gaat over hoe dat je elkaar triggert enzovoort en aanvult enzovoort. Ja, dat geeft als je een emotioneel coach bent, je bent bezig met emotiecoaching. Of je bent een relatiecoach. Je probeert mensen of je probeert relaties. Of je bent een seksuoloog zelfs. Al dat, als je kennis hebt van advanced human design en hoe dat in elkaar zit, dan kun je op een heel ander niveau resultaten gaan boeken. Je kunt heel andere resultaten gaan boeken. Je kunt in plaats van de pleister op de wonden te plakken, kun je echt naar de wortel gaan. En als je naar de wortel kunt gaan, kun je de wortel er met wortel en al, kun je het er volledig gaan uittrekken en kun je volledig gaan herprogrammeren wat dat er niet goed loopt, waarom dat het niet goed loopt. Omdat je het niet gaat. Het gaat geen pleister op de wonden zijn door bepaalde dingen te moeten doen of bepaalde activiteiten te moeten doen. Nee, je gaat begrip krijgen, je gaat bewustzijn krijgen waarom dat er iets op die manier gebeurt. En ja, dan gaat het dus echt in dat wat je doet met relaties. Je gaat gewoon op een heel ander niveau kunnen spelen. Je gaat. Als het bijvoorbeeld over relatiecoaching gaat, je gaat de top van de relatiecoaches worden in plaats van één van de vele relatiecoaches. En dat is in alles waar je human design kunt infusen in wat je doet. Als het gaat over zelfbewustzijn, over relaties, kun je gewoon ja, een heel ander level van resultaten gaan behalen en ook een heel ander level van je eigen ontwikkeling. Want door zelf
veel meer in de hogere regionen te kunnen meespelen, ga dat jezelf ook constant uitdagen om dat te kunnen dragen. En je gaat dus daardoor ook weer je eigen energie heel hard moeten gaan opliften, waar je ook weer human design voor kunt gebruiken. Uiteraard in combinatie met lichaamswerk enzovoort. Oké, okay. Ik ga afsluiten voor mezelf met een oefening rond dat verdriet dat er een beetje zit. Ik heb daar ook heel uitgebreide oefeningen voor. Maar verdriet zit zich heel vaak vast op de keel. En dus de keelchakra is vaak een blokkade voor verdriet. Hè. En uw hartje openzetten, uw hartje terug openmaken, hè, uiteraard ook. Dus uw hart en uw keel, hè, ze zitten ook dicht bij elkaar, zijn heel belangrijk. En een simpele oefening, als je voelt dat je melancholisch bent, dat er, ja, is, om dat verdriet toch te kunnen laten doorstromen, is een simpele nekbeweging. De neckroll noem ik dat. En de neckroll, ik denk dat ik hem al eens uitgelegd heb, maar ik heb er nu zelf behoefte aan, is volledig opdraaien. Ik ga het voordoen. Omdraaien. Heel traag naar achter. Hou je mond lichtjes geopend. En je rolt naar beneden. En je gaat daar de ademhaling aan koppelen, van in te koppelen, van in te ademen als je naar boven gaat. En uit te ademen door de neus als je naar beneden gaat. Dus je houdt je mond lichtjes geopend om geen stikgevoel te hebben, maar je ademt wel in en uit door de neus. En je ademt diep in, dus je longen voelen zich volledig. En uit. En doordat je die beweging zo traag doet, en echt in één keer inademt naar achter en in één keer uitademt naar voor, heb je eigenlijk een hele lange en diepe in- en uitademhaling. Wat dat ook weer de vagus nerve stimuleert en wat eigenlijk echt zorgt ervoor dat je je keel ook vrij maakt. Dus belangrijk van echt die beweging te koppelen aan één ademhaling naar boven en één ademhaling naar voor terug. En als je op het moment dat je dat doet ook ergens pijn voelt, misschien in je nek, ergens een blokkade zit, dan blijf je op die plaats staan. Je ademt daar een paar keer door, naartoe dan. En dan gaat het weer verder met je lange ademhaling. En dat doe je dan elke keer. Ga je echt heel bewust naar die plek ademen waar je voelt van hier zit het vast voordat je verder gaat. Het kan ook zijn dat je op een andere plek voelt dat je vastzit, dus dat dat nog niet per se in je keel is, maar bijvoorbeeld een plek in je rug of in je lichaam. Dan blijf hetzelfde doen. Je gaat echt ademen naar die plek toe, die plek waar het vastzit. En je ademt de pijn echt uit. Of het verdriet. Dan gaan we de andere kant maar doen.
dan gaan we nog een paar keer naar boven. Helemaal oprekken. Inademen en naar beneden. Uitademen en loslaten. Inademen en oprekken. Uitademen en loslaten. Inademen en oprekken. En uitademen. Dan gaan we nog even volledig naar links kijken. Naar rechts in mijn geval. Uitademend. En eigenlijk start links. Je start links inademend. En uitademen naar rechts. Inademen naar links. En uitademen naar rechts. Inademen naar links. En uitademen naar rechts. En dan kan je terug naar het midden komen en je hoofd heel naar links trekken. En uitademen naar boven. Hetzelfde inademen naar rechts. En uitademen naar boven. En dat zijn enkele oefeningen die je kunt doen. Om die keel los te maken, dat verdriet los te maken. Voilà, dit was de aflevering vandaag rond Advanced Human Design. In alles wat te maken heeft met relatiemanagement. Tot de volgende keer. Bye.